Rode JC speelt zaterdagavond een uitwedstrijd. In Enschede is FC Twente de tegenstander. Deze wedstrijd beleeft zaterdag zijn jubileum. Om 8:45 wordt er voor de 40ste keer afgetrapt. In het verleden wist Roda 11 keer te winnen. Met nog 3 wedstrijden te spelen liet Roda zich afgelopen weekend van zijn beste kant zien tegen AZ. Die strijd en doorzettingsvermogen kan de ploeg goed gebruiken in de laatste weken. Ja, zeker weten. We hebben een goede wedstrijd neergezet. Full of passie gespeeld. Veel kansen gecreëerd en spektakel eigenlijk voor gemaakt. Uiteindelijk is het vervelend dat we gewoon niet 2-0 of 3-0 voor staan met rust. En over 9 minuten is wel een direct uitslag, vond ik. AZ krijgt niet heel veel kansen, toch scoren ze 2 keer. Is dat iets wat jou zorgen baart op dit moment? Nee, kijk, in de eerste helft hebben ze geen kansen, behalve een dode speelmoment en dan staan we te slapen. En dat is gewoon een slecht moment net voor rust, dan moet je scherp zijn. Met Doglo zijn in duels en dan waren we niet. En op 1-1, tweede helft, heeft best wel veel kracht gekost. Ik vond Meiling niet super gevaarlijk, behalve in het einde van de wedstrijd. Toen waren ze wel gevaarlijk, hebben ook enorm veel risico genomen met 10 man. Ik maak mij niet zorgen om ons meneer van verdedigen, überhaupt niet. Mitchell Paulussen startte weer eens in de basis. Dat komt onder meer omdat Mitchell Donald natuurlijk niet meer bij de selectie zit. Was jij tevreden over zijn inbreng bij het spel? Hij heeft de eerste helft goed uitgevoerd. Keihard gewerkt. Prima teruggezet. Aanwezig in de diepte ook. Ik vind dat we zoveel spelers die altijd aan de bal willen. Hij heeft heel veel goede diepe loopactie gehad. In de tweede helft zie je wel dat de jongen moe wordt. Dan heb je met een jonge speler. En uiteindelijk heb ik hem misschien 5 minuten te lang laten staan, ook nog. Maar ik vond hem gewoon heel belangrijk, zijn rol. Zo heeft hij goed uitgevoerd, ja. FC Twente is nog volop in de race voor de tweede plek. De ploeg onder leiding van Michel Jansen staat 4 punten achter op Feyenoord. En kan een overwinning dus goed gebruiken. Nou, Twente moet winnen. Zo wil graag meespelen op de tweede plek. Heel veel kwaliteit hebben ze gewoon. Ik vind dat de kracht van Twente is, positiespel, tussen de linies bewegen. En uiteindelijk vind ik in minder mate hun achterhoede eigenlijk. Dus daar liggen ook de kansen helemaal. En gezien het feit dat Twente waarschijnlijk zal aanvallen, dus zal er ook wel wat ruimte voor jullie komen, denk ik. Ja, dat zou zomaar kunnen. Hè? En dat moeten we gewoon benutten. En dan moeten we effectief en scherp omgaan met de kansen die we gaan krijgen. We gaan altijd kansen krijgen, maar we willen scherp zijn en met doekloos zijn in zo'n situatie. We hebben meerdere ploegen die wat lager staan ook laten zien. Je kan er ook zomaar een punt pakken. Ja, of 3. Ja, je moet altijd daarin geloven. Dat doe ik altijd. Dat doen wij als trainers daar, en doen we ook de spelers ook. Hier hebben we gewoon daarin geloven dat tegen goede resultaat kunnen neerzetten. Ja, we weten, Twente heeft heel veel kwaliteit. En ook meer dan ons. Maar Nederlandse competitie blijft wisselvallig.